tof dat jullie nu in het atelier Leer dan deze zijn. Ik ben daar in april geweest. Echt ontzettend mooi plek. En dat jullie nou je kleding mogen tonen. Echt waanzinnig. Dus ik wil jullie eigenlijk even ontzettend veel succes wensen. Ik wil jullie eigenlijk ook iets vragen. Om mij op een of andere manier nog eens even te laten horen hoe jullie dit nou ervaren. Want volgens mij is het voor het eerst, hè? Ja. Dat ja. Ja, ik ben wel. Ik kom even naast Pien staan. Ja, schuif wat op. Kun je mij dan vertellen hoe je nou je dit idee bent gekomen? Ik had vorig jaar een vraag van iemand die vroeg van wat doe je nou als je 30 jaar jubileum hebt? En dat kwam eigenlijk heel spontaan van nou dan, dus het lijkt me leuk om dan de jeugd een podium te geven. Omdat ik gestudeerd bij Summa ofzo? Ik heb de voorouderopleiding van Summa gehad. Dat was de oude kostuumdijopleiding waar je het vak leerde. Ja. En vanuit de culturengedachte hebben we het vak opgepikt en uitgebouwd in die tijd. Daarnaast is het natuurlijk allemaal veranderd. Ja. Maar wat wel leuk is, is eigenlijk dat ik in de leeftijd van deze jonge mensen een culturenprijs heb gekregen van Guy Laroche. En toen dacht ik van nou, ik kwam naar Parijs op die leeftijd en ik kon de wereld gaan leren kennen. Datzelfde idee wil ik nou een beetje teruggeven aan deze studenten. Ik vind het heel erg mooi. Het is ook eigenlijk een soort meestergezellen, waar ik ook vaak voor pleit. Dat je jonge mensen laat zien wat er allemaal mogelijk is. Ja, ja. Je had nog wel moeite geloof ik om degene uit te kiezen die er nu zijn, of niet? Ja, absoluut. De keuze is natuurlijk niet makkelijk. Wat de academie Maafout betreft was dat niet zo moeilijk, omdat zij al een tijdje bezig zijn met hun examencollecties. Ja. En dan was de keuze niet moeilijk, omdat alles heel erg gestileerd en fantastisch is. Summa College heeft een ander systeem. En zij zijn speciaal voor deze gelegenheid ook aan de slag gegaan om een soort van wedstrijd, een mini-wedstrijd.